De ondergrondse fietsenstalling van het station Gent-Sint-Pieter staat overvol. Daarom vroeg de NMBS aan een projectontwikkelaar of ze een lege ruimte tijdelijk mocht gebruiken. We gaan tegen eind februari deze geschikt maken, voorlopig althans, om daar 900 rekken bij te plaatsen voor onze fietsende pendelaars. De fietsers zijn blij dat er eindelijk plaats bij komt om de fiets te parkeren. Al vinden ze dat er toch nog altijd een groot tekort is. Er komen 900 plaatsen bij op de ondergrondse parking? Ja, ik vind dat veel te weinig. Waarom? 900 is toch vrij veel? Het zijn hier superveel studenten in Gent en die komen van heel het land. En dat is gewoon niet genoeg plaats voor al die studenten. Ik merk al bij veel mensen dat die zelf niet proberen om hun fiets hier te zetten, omdat ze vaak weten van ik moet een kwartier achter een plaats zoeken. Het Gents Milieufront telde in oktober vorig jaar alle fietsen. Er zullen volgens hun tellingen zowel bovengronds als ondergronds nog altijd plaatsen tekort zijn. We hebben toen in de tijd 2300 fietsen geteld en er zijn ongeveer 1700 stallingen. Dus er zijn 600 plaatsen hier alleen al tekort. Maar er komen er 900 bij, dus het probleem is opgelost. Nee, want in totaal zijn er bovengronds minstens 2500 fietsen die nog geen plaats vinden. Eind februari zijn er zo'n 8000 plaatsen. Daarna komen er nog eens zo'n 2000 plaatsen bij. Al is het daarop nog even wachten. Die 10.000 geplande fietsrekken zullen er pas zijn natuurlijk als het ingrijpende project Gent-Sint-Pieters volledig zal gerealiseerd zijn. En dan spreken we wel toch over een jaar na 2020. De fietsparking staat afgeladen vol. De autoparking daarentegen telde deze middag honderden lege plaatsen. Volgens een dagelijkse gebruiker is dit niet uitzonderlijk. Vindt u een makkelijke parkeerplaats in deze parking? Ja, dat is geen probleem. Zowel op het eerste, min 1 of min 2, vind je eigenlijk quasi bijna altijd plaats. Volgens het Gents Milieufront moet de NMBS andere prioriteiten voorop stellen. Er was als eerste voorgespiegeld dat de fietsparking zou klaar zijn in 2016, de volledige dan. Nu schuift dat al op naar 2020. De autoparking hier achter ons, die was van in het begin van het project volledig klaar. Daar worden ook niet in schuifjes afgeleverd. Dus we willen dat er ook van in het begin bij zo'n project een deftige fietsparking is.